Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sjoegem. Allereerst de beste wensen. En met name de beste wensen voor de mensen van de Plantaneweg en de Olmeweg. Want zij kregen met kerst te horen dat zij 29 april hun woning moeten verlaten en plaats moeten maken voor studenten. ASFA roept daarom ook de studenten op om de woningen te boycotten. Nikki ging naar de HVA en vroeg de studenten of zij een woning zouden huren als ze wisten dat een gezin voor hun plaats heeft moeten maken. Ja, waarom niet? Ja? Vind je niet erg voor die gezinnen? Ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, dan niet. En waarom niet? Nou ja, dat vind ik niet mooi. Nee. Dat is een beetje gemeen. Ja. Ik zou die gezinnen erin laten. Ja. Okay. Ja. Ja, maar als ze kleine kinderen hebben. Ja, die zijn er vast. Waar moeten die anders zijn, toch? Als ik echt een kamer nodig zou hebben, zou ik misschien nog wel doen. Is dat heel erg? Gewoon reageren. Ja, waarom niet? De meeste studenten hier ook, die komen allemaal met de trein vanuit de Randstad. En ja, als je echt ver weg woont, dan valt er altijd wel wat te regelen. Maar als ik op zoek was, misschien wel, als ik echt in hoge nood zou zijn, ja. En ook als je zou weten dat de gezinnen eruit zijn gezet, voor jou, zou je er dan nog in gaan? Ja. Ja, dan wordt het toch anders. Ik denk het dan niet, eigenlijk. Ja, kijk, er moeten sowieso natuurlijk wel ook studentenwoningen komen, maar het hangt er vanaf. Ja, gezinnen of wat dan ook, daar ben ik niet voor. Die moeten gewoon natuurlijk erin blijven, maar het hangt er een beetje vanaf wat voor mensen, ik weet niet. Uit principe moet je eigenlijk zeggen, nee, daar werk ik niet aan mee, omdat ik vind, ja, je kan mensen daarvoor niet uit huis. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik kan daar beleid niet op zich niet aan veranderen. En als die mensen dat eruit zijn gezet en je kan daar dan wel wonen, ja, dan heb je wel die woonruimte weer benut. Ja. Het is een beetje een dubbel gevoel erbij. En hoe zou jij dat dan oplossen? Hoe ik dat zou oplossen? Bouwen? Ja, ik weet niet. Meer containers of zo, zoiets. En leegstaande huizen gewoon meer bewonen. Ja. Echt anti-kraakvul invoeren als het ware.